Het traject van de fysieke vaardigheidstest dat het Korps Politie Suriname KPS heeft ingezet, past binnen onze regelgeving, zegt korpschef Agnes Daniel. We spraken haar naar aanleiding van het vonnis van de kortgedingrechter dat in het nadeel is van de politiebond. De korpschef zegt dat de regelgeving betrekking heeft op de benoeming, bevordering en geschiktheid van politiemedewerkers. Ik ken het politiehandvest als moederwet en die politiehandvest heeft een paar uitvoeringsregelingen, zoals het reglement algemene politie, instructieambtenaren van politie. Reglement algemene politie, instructieambtenaren van politie, dat zijn zo de wettelijke regelingen. Regelingen waarop je terug kunt vallen als je kijkt naar benoembaarheidseisen en wanneer mensen dus voorgedragen kunnen worden voor een benoeming. En daar zul je dan lezen. De geschiktheid en de bekwaamheid daarnaast die je als onderdeel van het beoordelingscriterieproces kan zien. De politiebond vindt de fysieke vaardigheidstest die gebruikt wordt bij de beoordeling van politiemannen onrechtvaardig. Korpschef Daniel daarentegen blijft erbij dat de geschiktheid van de medewerkers een van de criteria is om voor een benoeming in aanmerking te komen. De medewerkers moeten namelijk over voldoende kennis, vaardigheden en competenties beschikken, maar ook in goede fysieke conditie verkeren. Het moet een goede beoordeling zijn. Ja. Het gaat om, je moet geschikt en bekwaam zijn, zegt de wetgeving. Dus er moet een goede beoordeling zijn. Daarnaast kijken wij ook of hoe de fysieke vaardigheid is. Ja. Er wordt ook gekeken naar aan plichtsverzuimen en dergelijke gedurende het beoordelingstijdvak. En ook kijken we of mensen de rijvaardigheid hebben voor minimaal categorie BE rijbewijs. En waarom hebben we dat ook geïntroduceerd? Omdat we gemerkt hebben dat een essentieel onderdeel van het politiewerk is dat je je moet verplaatsen met de auto of zo. En het is heel erg, je bent dan bijna beperkt in je inzetbaarheid als je niet over een rijbewijs beschikt en op een afdeling zit. We zitten al met een personeelstekort en als je daar binnen dan kijkt, dus dat is het grotere plaatje. Als je daar binnen dan kijkt dat er van de zoveel mensen op die afdeling x aantal geen rijbewijs hebben, dan begrijp je hoe zwaar het zal zijn voor de rest om die dienstverlening te doen. Dus wij zien het als een van de aspecten voor de inzetbaarheid. Dat is dus korpschef Agnes Daniels. Binnen de politieorganisatie zullen er meer voorzieningen worden getroffen, zodat de medewerkers gericht aan hun fysieke gesteldheid kunnen werken, zegt ze. Ze streeft een gezonde relatie met de politiebond na, vooral als het gaat om de rechtspositionele zaken van de medewerkers. De fysieke vaardigheidstest van de politie blijft vooralsnog gehandhaafd.